Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie verwacht meer voortvarendheid van politieambtenaren om het veiligheidsgevoel van de samenleving terug te brengen en de criminaliteit in te dammen. De bewindsman vraagt dit aan de leden van het KPS omdat er de afgelopen tijd een toename van roofovervallen en verruwing van de criminaliteit op te merken is. Volgens de minister zal hij persoonlijk met de politiemannen en vrouwen praten om ze te motiveren om de samenleving te beschermen tegen de criminaliteitsgolf. Elke politievrouw en elke politieman oproepen van hieruit wil ik die oproep doen. Dat we zijn geroepen, ze zijn geroepen, ze hebben een eed afgelegd om de gemeenschap te dienen. En bij deze wil ik ze oproepen. Ik ben zelf ook politieman geweest. En ik weet wat het is om een politieman te zijn. En de taak die op ze is gelegd, is om de gemeenschap te beschermen. De afgelopen tijden hebben we beroepingen gehad, verschillende beroepingen. Er zijn geldbedragen weggenomen, maar ook het menselijk leed. Weet je, die de mensen, die de slachtoffers moeten meemaken. Dat veroordelen we, dat veroordeel ik. En ik wil echt het volk beschermen tegen de verkeerscriminaliteit, tegen de beroepingen, tegen de inbraken. Binnen korte tijd zal de politie beter zichtbaar zijn, benadrukte de minister. Met korpschef Roberto Prade zijn er al afspraken om de veiligheidshandhaving op te voeren. Hieromtrent is er een grootschalige veiligheidsoperatie in voorbereiding. Met alle veiligheidsdiensten zullen de handen ineengeslagen worden om de surveillance op te voeren. En binnen niet al te lange tijd, de korpschef heeft me die garantie gegeven dat hij nog deze week gaat beginnen met een criminaliteitsbeheersingsplan. Ook voor het verkeer. En de komende dagen ga ik, in de weken, ga ik ook langs de verschillende politiebureaus om de mensen te motiveren om het werk te doen. Laten we dit volk beschermen tegen criminaliteit, tegen corruptelingen. Ten aanzien van naleving van de COVID-19 voorzorgsmaatregelen zullen de politie en de COVID-brigade meer toezicht en controle uitvoeren op openbare plekken.